Ik was 20 jaar. Het was 1938. De Laurent Ducasse gaf in een van hun laatste cocktailparties voor het begin van de zomer. Ik ging er pas laat naartoe, want ik was eerst naar de bioscoop geweest. En de beelden van het weekjournaal stonden mij nog voor ogen. Hitler en de leider uit het Sudetenland, in hemdsmouwen, met één hand naar de menigte opgeheven, kwamen ze met fanatieke, maar tegelijk tragische gezichten langzaam aanmarcheren onder een donkere hemel en tussen twee rijen vaandels. Allein, ebenso sehr will ich nun vor dem deutschen Volk erklären, dass in Bezug auf das Sudetendeutsche Problem meine Geduld jetzt zu Ende ist. Ik probeerde er niet meer aan te denken toen ik op de avenue Raphaël liep en mij naar de villa van de Laurent Ducasse begaf. Al van verre merkte ik dat de balkondeuren van de salon wijd open stonden naar het grasveld in de tuin. Wel 100 mensen waren er, waaronder gokkers net terug van de rennen. De ondergaande zon verspreidde een honingkleurig licht over de grote hoeden, de zomerjurken en de anjers in de knoopsgaten. Er was geen wolkje te bekennen. Toen zag ik Marina, de tweede vrouw van Jérôme Laurent Ducas, de vader van mijn vriend François. Ze droeg een wit zijden japon met blauwe volants, erg modern voor die tijd. Ze kwam tussen twee groepjes gasten naar mij toe lopen en zei tegen me: Dag Jean. Dag Marina. Je wilt natuurlijk Jérôme gedag zeggen. Ja, heb je hem ergens gezien? Hij staat bij buffet. Zie ik je dadelijk nog? Ja, natuurlijk. Ze moesten met Italië laten breken. Hitler bluft. Sinds 13 april is er wel iets veranderd. In de Figaro stond gisteren dat er geen sprake kan zijn van oorlog. Ja, maar in de Excelsior schreef ze dat er nog geen oorlog zou komen. Hoe komt u erbij? Heeft u toch geen idee met van dat iets mis kan? Is in ieder geval ernst. En toen kwam mijn vriend François. Onze vriendschap was voortgekomen uit een gemeenschappelijke voorliefde voor tennis, Duke Ellington, de surrealisten, Toscanini, voor ijsgekoelde champagne voor de maaltijd en de Hollandse 17e eeuw. Maar zijn aangeboren waardering voor de politiek was mij vreemd. Ik herinner me dat ik geen tijd had om naar hem toe te gaan, want Marina nam me bij mijn arm en trok me mee naar haar slaapkamer. Ze deed de deur dicht en draaide de sleutel om. Heel zachtjes kon je het rumoer van de gasten nog horen. Kus me. Niet hier. Kus me. Ik kuste haar en aan de hevige manier waarop ze mij omarmde bemerkte ik hoe nerveus, maar tegelijkertijd hoe onverzadigbaar ze was. Kom je naar Cannes? Ik heb je toch gezegd, Marina, dat ik mijn vader moet opzoeken. Je komt dus niet naar Cannes. Ja, misschien tegen het einde van augustus. Je houdt niet meer van me. Oh, Marina, alsjeblieft. Nee, je houdt niet meer van me. Daar, alsjeblieft. Kom, laten we naar binnen gaan. We verlieten haar kamer. En terwijl ik met een zakdoek mijn lippen afveegde, werd mij duidelijk dat Marina nu toch te ver ging. Dat ik spoedig met haar moest spreken. Wat een muziek. Er bestaat niets mooiers dan deze muziek. O, jawel. Die kleine Pisanello die in het Louvre hangt. De eerste zaal rechts, die is beslist even mooi. Kunst moet je niet met elkaar vergelijken. Die gesprekken waar ik toen nog zo in geloofde. Tegen het einde van de avond besloot ik François uit te nodigen enkele dagen met mij door te brengen bij mijn vader op het landgoed Marais in Artois. Het is nu al 10 uur 's avonds en ik voel dat ik de keten van mijn herinnering niet zal kunnen verbreken
voordat ik mijn geschiedenis helemaal heb verteld. Ik stond voor mijn tweede medische examen. Ik had genoeg van Marina. Ik had nooit van haar gehouden. Ik was volontair in de Salpêtrière. Hitler. Quai des Brumes met Michel Morgan en Jean Gabin. Cocteau. De Haute Club de France. Ja, het was 1938, eind juni. Bar du port. Par une malchance fatale après le crime, la police ramassa près du col de la vareuse du marin français. Herinner jij je de oude Bolkonski Jaar Oorlog en Vrede? De vader van prins André? Ja, ja precies. Ja, maar dat is dan ook alles wat ik van hem weet. Ah, je weet wel. Die krasse oude baas, die misantroop die zich helemaal van de wereld afkeerde. Zijn memoires schreven die aan wiskunde en tuinbouw deed. Ja, nou herinner ik het me weer. Ja, ik wil het je liever van tevoren zeggen. Ja, mijn vader speelt de rol van die oude Bolkonski. Heel getrouw na. Mijn moeder heeft hem in 1919 in de steek gelaten. Ja. Hoe oud was je toen? Anderhalf. Ja, hij leeft helemaal alleen. Hij ziet nooit iemand. Hij woont op een tamelijk verwilderd landgoed. Enfin, je zult het zelf wel zien. Hij jaagt en hij vist. En hij schrijft een boek over het jaar 1000. Onder Constantijn, onder Karel de Grote, toen was er pas een echte staat die de hele wereld omvatte en waarin het christelijk geloof domineerde. Daarna volgde de versnippering en zo kwam er een eind aan het bestaan van dit rijk. Een handjevol schijnkoningen moest zich weldra met alle kracht verdedigen tegen de Scandinavische, daarna tegen de Saraceense aanval. Sinds 100 jaar hieven predikers onophoudelijk het kruis van Christus. Pas bij het aanbreken van de 11e eeuw werd de christenheid te midden van alle verguizing, te midden van verwarring. De bibliotheek van mijn vader was vol gepropt met boeken. In geen 20 jaar waren de muren geverfd. Rond het hele vertrek stonden korte boekenplanken van zwart hout en vitrines met verzamelde mineralen. Het parket was niet geboend, alleen maar gedweild, net als op een politiebureau. Toen vader binnenkwam en toen ik zijn rode konen zag, zijn witgeworden snor en zijn waterige ogen, viel het mij op dat hij weer ouder was geworden. Ik stelde François aan hem voor. Vader, dit is François-Laurent Ducas, de zoon van de senator. Aha, aangenaam kennis te maken, monsieur. U bent hier van harte welkom. En niemand heeft mij van uw komst op de hoogte gesteld. Zijn jullie al lang hier? Nee, vader. Hebben jullie Roger gezien? Hebben jullie dorst? Willen jullie een glas cassis hebben of iets anders? Roger denkt nergens aan. Maar als hij dat wel eens doet, dan mogen de resultaten gezien worden. Zijn kookkunst bijvoorbeeld. Ik zal maken dat jullie vanavond een verrukkelijke tafel krijgen. Nou, ga zitten. Ja, pak gerust die krant. Ja, Jean. Ik heb zo waar weer eens een krant gelezen. Een Engelse. Allemaal leugens. Wat vindt uw vader daar nou van? Tja, wat zou ik nou, zeggen? Nou, ik geloof dat we weinig kans maken bij die Hitler. We worden leeggeplunderd en in stukjes gehakt. Hij zal die Soedeten er ook onder krijgen, als dat al niet gebeurd is. Zolang Italië geen ommezwaai maakt. De toestand in Frankrijk is trouwens ook veranderd.
En nu is er geen oppositie meer. Ze staan allemaal aan de kant van Daladier. Ja, als Daladier ze allemaal mee heeft, dan... maar eerlijk gezegd, gaat het mijn verstand te boven. Une communication au pays sur la situation internationale. Mais j'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Zo ging onze eerste avond op Marais voorbij. De volgende morgen lag alles gehuld en in nevel. De kust, de vijvers, het huis, de weide. En wij zelf. Mijn vader was heel vroeg opgestaan om zijn fuiken op te halen. We zagen hem pas bij het eten. We waren in een opperbeste stemming. Wilt u nog koffie of een likeurtje? Nee, dank u. Monsieur de Bruin, ik zou u graag iets willen vragen. Ga je gang, waarde vriend. We hebben de tijd. Jullie blijven toch minstens een week? Of was het een zeker van? Misschien tot de volgende week zondag? Misschien. We zijn niets bijzonders van plan. Monsieur? Steek maar van wal. Wat is uw waarheid? Hoe bedoel je? Wat is het voor een zekerheid die u aandrijft en die u leidt? Die mij leidt? Ja. Het vermogen waarover u beschikt om... Daarop stortten wij ons in een druk gesprek waarin mijn vader zijn theorieën uiteenzette over artistieke creatie, filosofie, politiek en wetenschap. Plotseling werden we door Roger onderbroken die een telegram voor François binnenbracht. François las het, gaf het aan mij en ik las... Ben in Brussel met Edith, Centraal Hotel. Vertrekken naar Holland, kom morgen met wagen. Jacques. Vanaf toen stokte de conversatie. En terwijl mijn vader zijn monoloog voortzette, dacht ik aan Brussel. Aan Jacques Dunois, die zijn knappe zuster Edith nog wel bij zich had. Maar ik wist tegelijk dat ik, als ik mijn verblijf op Marais zo bruut zou afbreken, mijn vader verdriet zou doen. Vader, François en ik... Ja, ik geloof dat we naar Brussel zullen gaan. Zo? Ja, we hebben vrienden daar die naar Holland willen en ik... Nou, goed dan maar. Ik zal mijn tabas wel alleen opeten. Dat ben ik gewend, weet je. Holland. Oh ja, Holland. Natuurlijk gaan jullie naar Den Haag. Jullie moeten daar de Vermeers eens gaan bekijken. Oh ja, natuurlijk. Ik kom beslist nog een paar dagen voor ik weer naar Parijs ga. Goed, jongen. Maar vergeet beslist in Den Haag de Vermeers niet te gaan bekijken. Mijn vader zei geen woord meer. Hij hield te veel van zijn vrijheid om zijn anderen te beknotten. Maar hij was teleurgesteld. Hij ging aan zijn bureau zitten en sloeg het manuscript op zijn laatste toevlucht. In de eeuwen heerste in Cordoba het machtige kalifaat van de Omajjaden over Spanje. Maar het Castiliaanse koninkrijk dat León en Galicië omvatte, ontsloot een gebied voor de christenheid en schonk haar voor 1000 jaar Santiago de Compostela. En nu komt zij. Lilia komt. Daar is ze. Als was het gisteren. En nu gaat alles beginnen. Nu neemt mijn leven werkelijk zijn aanvang. En ik kan de vloed van herinneringen niet meer tegenhouden. Ik ben niet meer hier bij Marguerite, mijn vrouw. Die waarschijnlijk in de kamer hiernaast slaapt. Of die denkt dat ik aan het werk ben. Nee, ik ben niet meer hier. Ik ben in Den Haag. Voor het Mauritshuis. 20 jaar geleden. Het Mauritshuis. Het mooiste museum van de wereld. U zou het moeten zien, zoals wij het die zomer zagen. Verguld door de namiddagzon, weerspiegeld in het stille, zachtgroene water met de witte zwanen. We waren er toen alle vijf. De stotterende Jacques met zijn aspiraties van amateur kunstschilder. Edith, zijn zuster, met haar slanke figuur.
François, hartstochtelijk maar gelaten. En Lilia. Lilia, zijn kleine schichtige nicht, met een bleek gezicht met flitsende groene ogen en haar heldere profiel. Lilia, die alles in zich opnam zonder iets te zeggen. In het museum was het kil. Het rook er naar vernis en boemwas. Wij wijden al onze aandacht aan de benedenzalen. We waren een beetje teleurgesteld. Maar op de eerste etage ontving Rembrandt ons in eigen persoon. De oude man Rembrandt. Met een bespottelijke baret, zijn drinkenbroers gezicht, zijn leidende blik. Edith vroeg of je hier mocht roken. En op dat moment glimlachte Lilia voor de eerste keer naar mij. Daarna kwam Jacob van Ruisdaal met zijn gezicht op Haarlem. Zijn vlakke landschap, zijn onweersluchten met flarden azuurblauw. Daarna Willem van de Velde en weer Ruisdaal. Met zijn wild romantische plantengroei, zijn landelijke idylle verlicht door een zonnestraal die juist door de wolken heen breekt. We gingen weer verder, naar een wat kleinere zaal. Toen zagen we in een zwarte lijst een stadsgezicht tussen hemel en water. Het schilderij dat mij altijd zou bijblijven. En ik stamelde, glimlachend van ontroering. Vermeer. Het was zijn gezicht op Delft. De lange rij gevels, bruggen en torens. De grijze, turquoise tinten van het water. De stille rust van een degelijk stadje, gepenseeld als een stuk fijn Chinees porselein onder een dreigende hemel. We gingen op een bank zitten, François, Lilia en ik. Edith en Jacques waren alweer naar beneden gegaan. Lilia zat lange tijd naar het schilderij te kijken. En toen zei ze de woorden die het begin van ons avontuur zouden worden. Hoe laat zou het op dat schilderij zijn? Hoe laat denk jij er zo? Ik weet het niet. Dat is toch niet van belang? Ik geloof hem wel. Ja, waarom? Omdat die grote wolk overtrekt. Omdat hij alles in de schaduw heeft gedompeld, behalve de huizen daarachter. Het is maar één moment. Ja. En ik zou graag willen weten of het ochtend of avond is. Nou, ik zal eens in de gids kijken. Hier heb ik het al. Gezicht op de stad Delft gezien vanaf de waterkant door Johannes Vermeer. Op de plek waar de schilder zich moet hebben bevonden toen hij het in zich opnam, stond volgens een kaart uit 1648 een klein huisje te midden van boomgaarden. Wacht even. Let u voor alles op de zachte nuances van het blauw en karmijn. Zij geven het beeld de volle warmte van de ondergaande zon. Het is avond, Lilia. Ik dacht juist dat het ochtend was. In ieder geval is het juni. Kijk maar eens naar de bomen die uit de hofjes omhoog steken en daar boven de brug. Hoe laat is het op die klok? Nee, dat kan je niet zien. Waar komt de wind vandaan? Oh, die wolken ken ik goed. Die komen uit het westen. Voor mij dus van rechts. Misschien. Waarom geven die twee weerhaantjes dan aan dat de wind van links komt? Nou, omdat de wind van links uit het westen komt. En de zon van rechts uit het oosten komt om... omdat het ochtend is. Bravo. Maar hoe kom je daar nou werkelijk achter? Ja, dan zou je naar Delft moeten rijden. Goed. Neem jullie de wagen, ik zoek de anderen wel weer op. Nou, ga met ons mee. Nee, ik ben moe. Ik ga met de anderen ergens iets drinken. Bij de uitgang kocht ik een plattegrond van Delft en een reproductie van het schilderij. Van Den Haag naar Delft is het nauwelijks 10 kilometer. We kwamen van de noordzijde stad binnen. De zon stond laag en het room van de fietsen en de tramrails schitterde verblindend. Ik stopte. Na veel gevraag vonden we de plek die de schilder op het doek had vastgelegd. Kijk maar, Lilia, daar voor ons. Het is precies als op het schilderij. Zonder die muren. Zonder die gevels. En zonder de Rotterdamse poort rechts. Die bestaat ook niet meer. Die kleine brug daar in het midden is modern. Afschuwelijk.
Ja, maar dat licht. Het is beslist het mooiste licht van heel Holland. Die witte toren rechts bestaat nog. Ja, en dezelfde spits. En die torens links, die bestaan er ook nog. En kijk daar eens, links. De ondergaande zon. Precies. Dus we kijken naar het noorden. Het is toch een morgen die Vermeer heeft geschilderd. We keken elkaar glimlachend aan en zeiden lange tijd niets. Haar groene ogen keken mij zo strak aan dat ik van naar haar moest kijken. En toen voelde ik dat het voortaan beter was dat we elkaar niet langer als vreemden zagen. Zonder masker. Oeh, ik vind het niet zo warm. Zullen we ergens wat gaan drinken? Ja, dat is een goed idee. Laten we dan naar het cafeetje daar gaan. Akkoord? Akkoord. Het was een klein café met eikenbetimmerde wanden, waarin kleine vensters en onder onze voeten een zacht rood tapijt. Wil je thee? Ja, graag. Dan neem ik zelf een Hollandse oude klare. Terwijl ik mijn oude klare dronk en Lilia het suikerzakje voor haar thee openscheurde, zag ik hoe bijzonder fijn haar vingers waren. Oh, wat liggen er een heerlijke dingen op die schaal. Ja, kleine schijfjes zalm, hele dunne plakjes kaas. Kuit, krabben. Anchovies. Roggebrood met boter. Oh, ik geloof wel dat ik een hele schaal leeg zou kunnen eten. Lilia had kort haar, een fijn gebogen neus en een matte taant. Ze keek vrolijk. Daarna scheen ze weer ernstig en ver weg met haar gedachten. Zeg, hoe wist je zo gauw dat het ochtend was? Ik weet het niet. Ik zag het meteen. Ja, maar hoe? Maar ik wil het je best vertellen. Maar het is een lang verhaal en erg ingewikkeld. Nou, vertel het me toch maar, Lilia. Ze leunt met haar hoofd op het groene leer van de rugleuning. Ze kijkt omhoog naar het plafond en trekt onhandig aan haar sigaret. Je moet weten. Ik ben tot mijn 15e op een internaat geweest. Waarom? Omdat mijn moeder stierf toen ik 10 was en mijn vader tot militair attaché in Ankara werd benoemd. En toen? Nee, zo. Laten we het liever ergens anders over hebben. Heus, het is nogal moeilijk om je alles precies uit te leggen. Nee, ga nou door. Ik ben ook op een internaat geweest. Waar dan? In Montreuil. Oh, maar dan weet jij ook wel dat in het voorjaar de lucht er 's morgens net zo uit kan zien als op dat schilderij van Vermeer. Ja. Ja, dat is zo. 'S Winters voelde ik me altijd erg ongelukkig. Ik kon die korte dagen nauwelijks verdragen. Die zondagavonden na een wandeling. Het lezen bij kunstlicht en daarna die smerige, slecht verlichte eetzaal. Die beklemmende angst 's avonds. Dat troosteloze gevoel bij het bidden van de woorden nu en in het uur van onze dood. Herinner je dat zo? Ja. Ja. De lente maakte me weer vrij van die beklemming. En terwijl alles nog donker en somber was, wachtte ik op de allereerste voortekens. Ik kreeg soms tranen in mijn ogen, alleen maar omdat ik de blauwe hemel boven de daken ontdekte. Een blauwe, onbewolkte hemel. Ik was hem bijna vergeten in zoveel weken. Een hemel vol met beloftes. En hij bleef de hele dag blauw. Ja. Maar meestal kwam er na achter een frisse wind opzetten. En die dreef wat wolkjes aan. Eerst kleine schapenwolkjes. Maar ze waren de voorbode van een hele kudde. Als ik op de binnenplaats stond tegenover de kapel, kwamen ze over mijn linkerschouder. Dan keek ik naar beide kanten. Eerst naar rechts, de kant op van die iepenbomen. Daar lag het Duitse Rijk en verder, veel verder, het uitgestrekte continent van Azië. Daar had ik zo mijn eigen voorstelling van gemaakt. En dan naar links, de andere kant, het westen, het washok. De zee met schepen, waar het naar zout en bijna naar olie rook. Ja, van links, uit het westen. Daar kwamen de wolken vandaan. Voelde jij dat ook zo, Jean? Ja. Ja, Lilia, ja, precies zo. Herinner jij je zo hoe snel alles in het duister werd gehuld? Herinner jij je nog hoe één wolk, wat groter dan de andere, voor de eerste keer de morgenzon wegwiste? Precies als op het schilderij? We troffen de andere weer aan in de bar van ons hotel.
Ik zag aan Edith dat ze zich ergerde over mijn escapade met Lilia. Ze vreesde op de achtergrond te raken en stelde alles in het werk om mijn vroegere toenaderingspogingen opnieuw uit te lokken. De avond eindigde dan ook voor haar en mij op een heel klassieke wijze. Hoewel voor mij wel heel onverwacht, want ik was lichtelijk aangeschoten. Toen ik eindelijk tegen middernacht weer alleen was en ik probeerde te slapen, begonnen mijn hersens ineens erg snel te werken, gedachten te spinnen. Een heleboel gedachten over de hele dag, over Edith die zich zo gemakkelijk aan het mannelijk geslacht overgaf, over Lilia die nog een onschuldig meisje was, over het leven, over de toekomst, het succes, Europa, de gevaren. Buiten was het rustig. Alleen de klokken van het carillon voerden een gesprek, als late feestgangers en hun klanken stierven weg in de nacht. De volgende dag was onze laatste dag. Ik moest in Rotterdam op de trein stappen. 'S Morgens maakten we nog een rondvaart door de haven. Het was somber weer. Af en toe blies de wind van de voorsteven wat waterdruppeltjes in ons gezicht. Lilia zei niets. Ze wist het niet. François was een en al oog voor de grote vrachtschepen die rondom ons als huizen opstaken. Wist hij het? Edith verborg haar ogen achter een donkere bril. François bracht mij alleen naar het station. Op het moment dat de trein op het punt stond te vertrekken, zei hij: Adieu, Don Juan. Oh la la, François. Ik weet het, ik ben een slechte vent. Ach zeg, kom nou, dat met Edith had niets te betekenen. Hoe vind je? Ik weet het zeker. Tot ziens, François, en bedankt, hè. Dag, Jean. Toen de trein het overdekte perron verliet, regende het pijpenstelen. Zo eindigde deze reis. In het lege Parijs liep het jaar 1938 ten einde. München, Daladier, Chamberlain. De vrije landen hadden de keuze tussen vernedering en oorlog. Ze kozen het eerste, maar binnen enkele maanden zouden ze ook de oorlog krijgen. Alle contacten met Marina en Edith had ik verbroken. En ik ging mij volkomen voorbereiden op het tweede examen dat in februari 1939 zou uitlopen op een half succes. Ik was Lilia niet vergeten. Ik had haar alleen een plaats in mijn geheugen gegeven. Zoals je vluchtig een boek leest en het daarna op een plank zet om het later nog eens te lezen. En toen kwam ik haar in juli heel toevallig tegen op de boulevard Saint-Germain. Het was 9:00. Een heerlijke, frisse en geurige zomermorgen. Een licht briesje speelde door de platanen. Was het niet gisteren? Ik kom net van de Sorbonne geslaagd voor mijn eerste examen. Ik ben helemaal buiten adem omdat ik zo hard moest lopen om je in te halen. Bravo, Lilia. Ik studeer literatuur en kunstgeschiedenis. Ik kwam als eerste aan de beurt. De professor was te vroeg gekomen. Bravo, Lilia. Ik heb zo'n honger. Ik ga altijd nuchter na een examen. Ik denk dat ik me ergens een kop koffie ga drinken. Goed, dan trakteer ik. Ze was veranderd. Ze was nu opgemaakt en beter gekleed. Haar haar was keurig verzorgd, maar het viel me op dat ze nog altijd op blote voeten in haar sandaaltjes liep. We gingen op het terrasje van Café Cluny zitten. De kelner veegde het tafeltje af en zette croissants voor ons neer. Naast ons sloeg een man de Petit Parisien open. Ik zie de koppen nog voor me. Op de voorpagina sprong het woord Danzig mij tegemoet. Het gaf me een onprettig gevoel. En hoe is het met jou? Nou, het gaat. Zit je nog altijd op het internaat? Nee, ik ben nu volontair in de Salpêtrière. Niet slecht? Nee, maar ja, je moet toch weer van voren af aan beginnen. Zie je de Dunois nog wel eens? Nee, bijna nooit. En François? Nou, ik ga met hem op vakantie, eind augustus. Waar gaan jullie naartoe? Italië. Ze gaan met ons mee. Denk je dat ze mij alleen met twee jongens weg zouden laten gaan? Nou ja, ik geloof dat François iemand meeneemt. Een meisje? Ja. Wat voor een meisje? Een platina blondje, bijzondere kenteken scheen. Ze heet Kate. En? Mijn vader is in Damascus. Probeer mijn tante te bepraten.
U heeft geluisterd naar het eerste deel van het hoorspel Gezicht op Delft. Bijna 30 jaar geleden uitgezonden door de NCRV. Volgende week deel 2. Dit is Radio Ducasse gaf in een van hun laatste cocktailparties voor het begin van de zomer. Ik ging er pas laat naartoe, want ik was eerst naar de bioscoop geweest. En de beelden van het weekjournaal stonden mij nog voor ogen. Hitler en de leider uit het Sudetenland, in hemdsmouwen. Met één hand naar de menigte opgeheven, kwamen ze met fanatieke, maar tegelijk tragische gezichten langzaam aanmarcheren. Onder een donkere hemel en tussen twee rijen vandals. Alleen, evenzo zeer wil ik nun vor dem deutschen Volk erklären, dass in Bezug auf das sudetendeutsche Problem meine Geduld jetzt zu Ende ist. Ik probeerde er niet meer aan te denken toen ik op de avenue Raphaël liep en mij naar de villa van de Laurent Ducasse begaf. Al van verre merkte ik dat de balkondeuren van de salon wijd open stonden naar het grasveld in de tuin. Wel 100 mensen waren er, waaronder gokkers net terug van de rennen. De ondergaande zon verspreidde een honingkleurig licht over de grote hoeden, de zomerjurken en de anjers in de knoopsgaten. Er was geen wolkje te bekennen. Toen zag ik Marina, de tweede vrouw van Jérôme Laurent Ducas, de vader van mijn vriend François. Ze droeg een wit zijden japon met blauwe volants, erg modern voor die tijd. Ze kwam tussen twee groepjes gasten naar mij toe lopen en zei tegen me: Dag Jean. Dag Marina. Je wilt natuurlijk Jérôme gedag zeggen. Ja, heb je hem ergens gezien? Je staat bij buffet. Zie ik je dadelijk nog? Ja, natuurlijk. Ze moesten hem met Italië laten breken. Hitler bluft. Sinds 13 april is er wel iets veranderd. In de Figaro stond gisteren dat er geen sprake kan zijn van oorlog. Ja, maar in de Excelsior schreef ze dat er nog niet is. Hoe komt u erbij? Is er toch geen idee van dat iets misgaat? Met Tsjechoslowakije is het in ieder geval ernstig. En toen kwam mijn vriend François. Onze vriendschap was voortgekomen uit een gemeenschappelijke voorliefde voor tennis, Duke Ellington, de surrealisten, Toscanini, voor ijsgekoelde champagne voor de maaltijd en de Hollandse 17e eeuw. Maar zijn aangeboren waardering voor de politiek was mij vreemd. Ik herinner me dat ik geen tijd had om naar hem toe te gaan, want Marina nam me bij mijn arm en trok me mee naar haar slaapkamer. Ze deed de deur dicht en draaide de sleutel om. Heel zachtjes kon je het rumoer van de gasten nog horen. Kus me. Niet hier. Kus me. Ik kuste haar en aan de hevige manier waarop ze mij omarmde bemerkte ik hoe nerveus, maar tegelijkertijd hoe onverzadigbaar ze was. Kom je naar Kan? Ik heb je toch gezegd, Marina, dat ik mijn vader moet opzoeken. Je komt dus niet naar Kan. Misschien tegen het einde van augustus. Je houdt niet meer van me. Oh, Marina, alsjeblieft. Nee, je houdt niet meer van me. Daar, alsjeblieft. Kom, laten we naar binnen gaan. We verlieten haar kamer. En terwijl ik met een zakdoek mijn lippen afveegde, werd mij duidelijk dat Marina nu toch te ver ging. Dat ik spoedig met haar moest spreken. Wat een muziek. Er bestaat niets mooiers dan deze muziek. O, jawel.
Die kleine Pisanello die in het Louvre hangt. De eerste zaal rechts, die is beslist even mooi. Kunst moet je niet met elkaar vergelijken. Die gesprekken waar ik toen nog zo in geloofde. Tegen het einde van de avond besloot ik François uit te nodigen enkele dagen met mij door te brengen bij mijn vader op het landgoed Marais in Artois. Het is nu al 10:00 s'avonds en ik voel dat ik de keten van mijn herinnering niet zal kunnen verbreken voordat ik mijn geschiedenis helemaal heb verteld. Ik stond voor mijn tweede medische examen. Ik had genoeg van Marina. Ik had nooit van haar gehouden. Ik was volontair in de Salpêtrière. Hitler. Quai des Brumes met Michel Morgan en Jean Gabin. Cocteau. De Haute Club de France. Ja, het was 1938, eind juni. Herinner jij je de oude Bolkonski uit Oorlog en Vrede? De vader van prins André? Ja, ja precies. Ja, maar dat is dan ook alles wat ik van hem weet. Ah, je weet wel. Die krasse oude baas, die misantroop die zich helemaal van de wereld afkeerde. Zijn memoires schreven die aan wiskunde en tuinbouw deed. Ja, nou herinner ik het me weer. Ja, ik wil het je liever van tevoren zeggen. Ja, mijn vader speelt de rol van die oude Bolkonski. Heel getrouw na. Mijn moeder heeft hem in 1919 in de steek gelaten. Ja. Hoe oud was je toen? Anderhalf. Ja, hij leeft helemaal alleen. Hij ziet nooit iemand. Hij woont op een tamelijk verwilderd landgoed. Je zult het zelf wel zien. Hij jaagt en hij vist. En hij schrijft een boek over het jaar 1000. Onder Constantijn, onder Karel de Grote, toen was er pas een echte staat die de hele wereld omvatte en waarin het christelijk geloof domineerde. Daarna volgde de versnippering en zo kwam er een eind aan het bestaan van dit rijk. Een handjevol schijnkoningen moest zich weldra met alle kracht verdedigen tegen de Scandinavische, daarna tegen de Saraceense aanval. Sinds 100 jaar hieven predikers onophoudelijk het kruis van Christus. Pas bij het aanbreken van de 11e eeuw... werd de christenheid te midden van alle verguizing, te midden van verwarring. De bibliotheek van mijn vader was volgepropt met boeken. In geen 20 jaar waren de muren geverfd. Rond het hele vertrek stonden korte boekenplanken van zwart hout en vitrines met verzamelde mineralen. Het parket was niet geboend, alleen maar gedweild, net als op een politiebureau. Toen vader binnenkwam en toen ik zijn rode konen zag, zijn wit geworden snor en zijn waterige ogen, viel het mij op dat hij weer ouder was geworden. Ik stelde François aan hem voor. Vader? Dit is François-Laurent Ducas, de zoon van de senator. Aangenaam kennis te maken, monsieur. U bent hier van harte welkom. En niemand heeft mij van uw komst op de hoogte gesteld. Zijn jullie al lang hier? Nee, vader. Hebben jullie Roger gezien? Hebben jullie dorst? Willen jullie een glas cassis hebben of iets anders? Roger denkt nergens aan. Maar als hij dat wel eens doet, dan mogen de resultaten gezien worden. Zijn kookkunst bijvoorbeeld. Ik zal maken dat jullie vanavond een verrukkelijke tafel krijgen. Nou, ga zitten.
Ja, pak gerust die krant. Ja, Jean. Ik heb zo waar weer eens een krant gelezen. Een Engelse. Allemaal leugens. Wat vindt uw vader daar nou van? Tja, wat zou ik nou, zeggen? Ik geloof dat we weinig kans maken bij die Hitler. We worden leeggeplunderd en in stukjes gehakt. Hij zal die Soedeten er ook onder krijgen, als dat al niet gebeurd is. Zolang Italië geen ommezwaai maakt. De toestand in Frankrijk is trouwens ook veranderd. En nu is er geen oppositie meer. Ze staan allemaal aan de kant van Daladier. Ja, als Daladier ze allemaal mee heeft, dan... maar eerlijk gezegd gaat het mijn verstand te boven. Une communication au pays sur la situation internationale. Mais j'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Zo ging onze eerste avond op Marais voorbij. De volgende morgen lag alles gehuld in een nevel. De kust, de vijvers, het huis, de weiden. En wij zelf. Mijn vader was heel vroeg opgestaan om zijn fuiken op te halen. We zagen hem pas bij het eten. We waren in een opperbeste stemming. Wilt u nog koffie of een likeurtje? Nee, dank u. Monsieur de Bruin, ik zou u graag iets willen vragen. Ga je gang, waarde vriend. We hebben de tijd. Jullie blijven toch minstens een week? Oh, vast en zeker van. Misschien tot de volgende week zondag? Misschien. We zijn niets bijzonders van plan. Monsieur. Steek maar van wal. Wat is uw waarheid? Hoe bedoel je? Wat is het voor een zekerheid die u aandrijft en die u leidt? Die mij leidt? Ja. Het vermogen waarover u beschikt om... Daarop stortten wij ons in een druk gesprek waarin mijn vader zijn theorieën uiteenzette over artistieke creatie, filosofie, politiek en wetenschap. Plotseling werden we door Roger onderbroken die een telegram voor François binnenbracht. François las het, gaf het aan mij en ik las... Ben in Brussel met Edith, Centraal Hotel. Vertrekken naar Holland, kom morgen met wagen. Jacques. Vanaf toen stokte de conversatie. En terwijl mijn vader zijn monoloog voortzette, dacht ik aan Brussel. Aan Jacques Dunois, die zijn knappe zuster Edith nog wel bij zich had. Maar ik wist tegelijk dat ik, als ik mijn verblijf op Marais zo bruut zou afbreken, mijn vader verdriet zou doen. Vader, François en ik... Ja, ik geloof dat we naar Brussel zullen gaan. Zo? Ja, we hebben vrienden daar die naar Holland willen en ik... Nou, goed dan maar. Ik zal mijn tabas wel alleen opeten. Dat ben ik gewend, weet je. Holland. Oh ja, Holland. Natuurlijk gaan jullie naar Den Haag. Jullie moeten daar de Vermeers eens gaan bekijken. Oh ja, natuurlijk. Ik kom beslist nog een paar dagen voor ik weer naar Parijs ga. Goed, jongen. Maar vergeet beslist in Den Haag de Vermeers niet te gaan bekijken. Mijn vader zei geen woord meer. Hij hield te veel van zijn vrijheid om zijn anderen te beknotten. Maar hij was teleurgesteld. Hij ging aan zijn bureau zitten en sloeg het manuscript op zijn laatste toevlucht. In de eeuw heerste in Cordoba het machtige kalifaat van de Omajjaden over Spanje. Maar het Castiliaanse koninkrijk dat León en Galicië omvatte, ontsloot een gebied voor de christenheid en schonk haar voor 1000 jaar Santiago de Compostela. En nu komt zij. Lilia komt. Daar is ze. Als was het gisteren. En nu gaat alles beginnen. Nu neemt mijn leven werkelijk zijn aanvang. En ik kan de vloed van herinneringen niet meer tegenhouden.
Ik ben niet meer hier bij Marguerite, mijn vrouw, die waarschijnlijk in de kamer hiernaast slaapt. Of die denkt dat ik aan het werk ben. Nee, ik ben niet meer hier. Ik ben in Den Haag, voor het Mauritshuis, 20 jaar geleden. Het Mauritshuis. Het mooiste museum van de wereld. U zou het moeten zien, zoals wij het die zomer zagen. Verguld door de namiddagzon, weerspiegeld in het stille, zachtgroene water met de witte zwanen. We waren er toen alle vijf. De stotterende Jacques met zijn aspiraties van amateur kunstschilder. Edith, zijn zuster, met haar slanke figuur. François, hartstochtelijk maar gelaten. En Lilia. Lilia, zijn kleine schichtige nicht, met een bleek gezicht met flitsende groene ogen en haar heldere profiel. Lilia, die alles in zich opnam zonder iets te zeggen. In het museum was het kil. Het rook er naar vernis en boemwas. Wij wijden al onze aandacht aan de benedenzalen. We waren een beetje teleurgesteld. Maar op de eerste etage ontving Rembrandt ons in eigen persoon. De oude man Rembrandt. Met een bespottelijke baret, zijn drinkenbroers gezicht, zijn leidende blik. Edith vroeg of je hier mocht roken. En op dat moment glimlachte Lilia voor de eerste keer naar mij. Daarna kwam Jacob van Ruisdaal met zijn gezicht op Haarlem. Zijn vlakke landschap, zijn onweersluchten met flarden azuurblauw. Daarna Willem van de Velde en weer Ruisdaal. Met zijn wild romantische plantengroei, zijn landelijke idylle verlicht door een zonnestraal die juist door de wolken heen breekt. We gingen weer verder, naar een wat kleinere zaal. Toen zagen we in een zwarte lijst een stadsgezicht tussen hemel en water. Het schilderij dat mij altijd zou bijblijven. En ik stamelde, glimlachend van ontroering. Vermeer. Het was zijn gezicht op Delft. De lange rij gevels, bruggen en torens. De grijze, turkooise tinten van het water. De stille rust van een degelijk stadje, gepenseeld als een stuk fijn Chinees porselein onder een dreigende hemel. We gingen op een bank zitten, François, Lilia en ik. Edith en Jacques waren alweer naar beneden gegaan. Lilia zat lange tijd naar het schilderij te kijken. En toen zei ze de woorden die het begin van ons avontuur zouden worden. Hoe laat zou het op het schilderij zijn? Hoe laat denk jij er zo? Ik weet het niet. Dat is toch niet van belang? Ik geloof hem wel. Ja, maar waarom? Omdat hij grote wolken overtrekt. Omdat hij alles in de schaduw heeft gedompeld, behalve de huizen daarachter. Nou, het is maar één moment. Ja. En ik zou graag willen weten of het ochtend of avond is. Nou, ik zal eens in de gids kijken. Ah, hier heb ik het al. Gezicht op de stad Delft gezien vanaf de waterkant door Johannes Vermeer. Op de plek waar de schilder zich moet hebben bevonden toen hij het in zich opnam, stond volgens een kaart uit 1648 een klein huisje te midden van boomgaarden. Wacht even. Let u voor alles op de zachte nuances van het blauw en karmijn. Zij geven het beeld de volle warmte van de ondergaande zon. Het is avond, Lilia. Ik dacht juist dat het ochtend was. In ieder geval is het juni. Kijk maar eens naar de bomen die uit de hofjes omhoog steken en daar boven de brug. Hoe laat is het op die klok? Nee, dat kan je niet zien. Waar komt de wind vandaan? Oh, die wolken ken ik goed. Die komen uit het westen. Voor mij dus van rechts. Misschien. Waarom geven die twee weerhaantjes dan aan dat de wind van links komt? Nou, omdat de wind van links uit het westen komt. En de zon van rechts uit het oosten komt om... omdat het ochtend is. Bravo. Maar hoe kom je daar nou werkelijk achter? Ja, dan zou je naar Delft moeten rijden. Goed. Neem jullie de wagen, ik zoek de anderen wel weer op. Nou, ga met ons mee. Nee, ik ben moe. Ik ga met de anderen ergens iets drinken. Bij de uitgang kocht ik een plattegrond van Delft en een reproductie van het schilderij. Van Den Haag naar Delft is het nauwelijks 10 kilometer. We kwamen van de noordzijde stad binnen.
De zon stond laag en het room van de fiets en de tramrail schitterde verblindend. Ik stopte. Na veel gevraag vonden we de plek die de schilder op het doek had vastgelegd. Kijk maar, Lilia, daar voor ons. Het is precies als op het schilderij. Zonder die muren. Zonder die gevels. En zonder de Rotterdamse poort rechts. Die bestaat ook niet meer. Die kleine brug daar in het midden is modern. Afschuwelijk. Ja, maar dat licht. Het is beslist het mooiste licht van heel Holland. Die witte toren rechts bestaat nog. Ja, en dezelfde spits. En die torens links, die bestaan er ook nog. En kijk daar eens, links. De ondergaande zon. Precies. Dus we kijken naar het noorden. Het is toch een morgen die Vermeer heeft geschilderd. We keken elkaar glimlachend aan en zeiden lange tijd niets. Haar groene ogen keken mij zo strak aan dat ik van naar haar moest kijken. En toen voelde ik dat het voortaan beter was dat we elkaar niet langer als vreemden zagen. Zonder masker. Oeh, ik vind het niet zo warm. Zullen we ergens wat gaan drinken? Ja, dat is een goed idee. Laten we dan naar het cafeetje daar gaan. Akkoord? Akkoord. Het was een klein café met eikenbetimmerde wanden, waarin kleine vensters en onder onze voeten een zacht rood tapijt. Wil je thee? Ja, graag. Dan neem ik zelf een Hollandse oude klare. Terwijl ik mijn oude klare dronk en Lilia het suikerzakje voor haar thee openscheurde, zag ik hoe bijzonder fijn haar vingers waren. Oh, het liggen er een heerlijke ding op die schaal. Ja, kleine schijfjes zalm, hele dunne plakjes kaas. Kuit, krabben. Anchovies. Roggebrood met boter. Oh, ik geloof wel dat ik die hele schaal leeg zou kunnen eten. Lilia had kort haar, een fijn gebogen neus en een matte taant. Ze keek vrolijk. Daarna scheen ze weer ernstig en ver weg met haar gedachten. Zeg, hoe wist je zo gauw dat het ochtend was? Ik weet het niet. Ik zag het meteen. Ja, maar hoe? Maar ik wil het je best vertellen. Maar het is een lang verhaal en erg ingewikkeld. Nou, vertel het me toch maar, Lilia. Ze leunt met haar hoofd op het groene leer van de rugleuning. Ze kijkt omhoog naar het plafond en trekt onhandig aan haar sigaret. Je moet weten. Ik ben tot mijn 15e op een internaat geweest. Waarom? Omdat mijn moeder stierf toen ik 10 was en mijn vader tot militair attaché in Ankara werd benoemd. En toen? Nee, zo. Laten we het liever ergens anders over hebben. Heus, het is nogal moeilijk om je alles precies uit te leggen. Nee, ga nou door. Ik ben ook op een internaat geweest. Waar dan? In Montreuil. Oh, maar dan weet jij ook wel dat in het voorjaar de lucht er 's morgens net zo uit kan zien als op dat schilderij van Vermeer. Ja. Ja, dat is zo. 'S Winters voelde ik me altijd erg ongelukkig. Ik kon die korte dagen nauwelijks verdragen. Die zondagavonden na een wandeling. Het lezen bij kunstlicht en daarna die smerige, slecht verlichte eetzaal. Die beklemmende angst 's avonds. Dat troosteloze gevoel bij het bidden van de woorden nu en in het uur van onze dood. Herinner je dat zo? Ja. Ja. De lente maakte me weer vrij van die beklemming. En terwijl alles nog donker en somber was, wachtte ik op de allereerste voortekens. Ik kreeg soms tranen in mijn ogen, alleen maar omdat ik de blauwe hemel boven de daken ontdekte. Een blauwe, onbewolkte hemel. Ik was hem bijna vergeten in zoveel weken. Een hemel vol met beloftes. En hij bleef de hele dag blauw. Ja. Maar meestal kwam er na achter een frisse wind opzetten. En ik dreef wat wolkjes aan. Eerst kleine schapenwolkjes. Maar ze waren de voorbode van een hele kudde. Als ik op de binnenplaats stond tegenover de kapel, kwamen ze over mijn linkerschouder. Dan keek ik naar beide kanten. Eerst naar rechts, de kant op van die iepenbomen. Daar lag het Duitse Rijk en verder, veel verder, het uitgestrekte continent van Azië. Daar had ik zo mijn eigen voorstelling van gemaakt.
En dan naar links. De andere kant. Het westen. Het washok. De zee met schepen waar het naar zout en bijna naar olie rook. Ja, van links uit het westen. Daar kwamen de wolken vandaan. Voelde jij dat ook zo, Jean? Tja. Ja, Lilian, ja, precies zo. Herinner jij je, Jean, hoe snel alles in het duister werd gehuld? Herinner jij je nog hoe één wolk, wat groter dan de andere, voor de eerste keer de morgenzon wegwiste? Precies als op het schilderij? We troffen de andere weer aan in de bar van ons hotel. Ik zag aan Edith dat ze zich ergerde over mijn escapade met Lilia. Ze vreesde op de achtergrond te raken en stelde alles in het werk om mijn vroegere toenaderingspogingen opnieuw uit te lokken. De avond eindigde dan ook voor haar en mij op een heel klassieke wijze. Hoewel voor mij wel heel onverwacht, want ik was lichtelijk aangeschoten. Toen ik eindelijk tegen middernacht weer alleen was en ik probeerde te slapen, begonnen mijn hersens ineens erg snel te werken. Gedachten te spinnen. Een heleboel gedachten over de hele dag. Over Edith, die zich zo gemakkelijk aan het mannelijk geslacht overgaf. Over Lilia, die nog een onschuldig meisje was. Over het leven. Over de toekomst. Het succes. Europa. De gevaren. Buiten was het rustig. Alleen de klokken van het carillon voerden een gesprek. Als late feestgangers en hun klanken stierven weg in de nacht. De volgende dag was onze laatste dag. Ik moest in Rotterdam op de trein stappen. 'S Morgens maakte nog een rondvaart door de haven. Het was somber weer. Af en toe blies de wind van de voorsteven wat waterdruppeltjes in ons gezicht. Lilia zei niets. Ze wist het niet. François was een en al oog voor de grote vrachtschepen die rondom ons als huizen opstaken. Wist hij het? Edith verborg haar ogen achter een donkere bril. François bracht mij alleen naar het station. Op het moment dat de trein op het punt stond te vertrekken, zei hij... Adieu, Don Juan. Oh la la, François. Ik weet het, ik ben een slechte vent. Ach zeg, kom nou, dat met Edith had niets te betekenen. Hoe vind je? Ik weet het zeker. Ah. Tot ziens, François, en bedankt, hè. Ja, Jean. Toen de trein het overdekte perron verliet, regende het pijpenstelen. Zo eindigde deze reis. In het lege Parijs liep het jaar 1938 ten einde. München, Daladier, Chamberlain. De Vrije Landen hadden de keuze tussen vernedering en oorlog. Ze kozen het eerste, maar binnen enkele maanden zouden ze ook de oorlog krijgen. Alle contacten met Marina en Edith had ik verbroken. En ik ging mij volkomen voorbereiden op het tweede examen dat in februari 1939 zou uitlopen op een half succes. Ik was Lilia niet vergeten. Ik had haar alleen een plaats in mijn geheugen gegeven. Zoals je vluchtig een boek leest en het daarna op een plank zet om het later nog eens te lezen. En toen kwam ik haar in juli heel toevallig tegen op de boulevard Saint-Germain. Het was 9:00. Een heerlijke, frisse en geurige zomermorgen. Een licht briesje speelde door de platanen. Was het niet gisteren? Jean! Oh, Jean, wat leuk dat ik je hier zomaar tegen het lijf loop. Ik kom net van de Sorbonne geslaagd voor mijn eerste examen. Oh, ik ben helemaal buiten adem omdat ik zo hard moest lopen om je in te halen. Bravo, Lilia. Ik studeer literatuur en kunstgeschiedenis. Ik kwam als eerste aan de beurt. De professor was ervoor gekomen. Bravo, Lilia. Oh, ik heb zo'n honger. Ik ga altijd nuchter naar een examen. Ik denk dat ik me ergens een kop koffie ga drinken. Goed, dan trakteer ik. Ze was veranderd. Ze was nu opgemaakt en beter gekleed. Haar haar was keurig verzorgd. Maar het viel me op dat ze nog altijd op blote voeten in haar sandaaltjes liep. We gingen op het terrasje van Café Cluny zitten. De kelner veegde het tafeltje af en zette croissants voor ons neer. Naast ons sloeg een man de Petit Parisien open. Ik zie de koppen nog voor me. Op de voorpagina sprong het woord dansie mij tegemoet. Het gaf me een onprettig gevoel.
En hoe is het met jou? Nou, het gaat. Zit je nog altijd op het internaat? Nee, ik ben nu volontair in de Salpêtrière. Niet slecht? Nee, maar ja, je moet toch weer van voren af aan beginnen. Zie je de Dunois nog wel eens? Nee, bijna nooit. En François? Nou, ik ga met hem op vakantie, eind augustus. Waar gaan jullie naartoe? Italië. Ze gaan met ons mee. Denk je dat ze mij alleen met twee jongens weg zouden laten gaan? Nou ja, ik geloof dat François iemand meeneemt. Een meisje? Ja. Wat voor een meisje? een platina blondje, bijzondere kenteken scheen. Ze heet Kate. En? Mijn vader is in Damascus. Probeer mijn tante te bepraten. U heeft geluisterd naar het eerste deel van het hoorspel Gezicht op Delft. Bijna 30 jaar geleden uitgezonden door de NCRV. Volgende week deel 2. Dit is Radio Delft.